Tina-dopingproces aan de gang. Alle beklaarden en getuigen zijn gehoord. Morgen komt er nog het requisitoor van de openbare aanklager. Dan wordt een datum vastgesteld waarop de uitspraak wordt geveld. Die wordt verwacht over 1 of 2 maanden. En naast mij zit Willy Voet, een van de 10 beklaarden. En de man bij wie alles begon toen hij als soigneur van het Festina-team aangehouden werd aan de Belgisch-Franse grens met een hele lading dopingproducten in 1998 was dat. Welkom Willy Voet. Goedenavond. U bent gehoord in de eerste week, dat is ondertussen bijna 14 dagen geleden. Mm-hmm. We gaan de laatste week in van het proces. In die eerste week heeft u uw zeg kunnen doen, ook Richard Virenque, die heeft daar bekend dat hij doping genomen heeft na 2 jaar wachten. Het is zo dat u eigenlijk in het gelijk bent gesteld. Hè? Was dat een overwinning voor u, de bekentenis van Richard Virenque? Dat was voor mij een heel belangrijk moment, want dat is nu 2 jaar dat hem ontkent. Mm-hmm. Dus dat wil dan ook zeggen dat ik in mijn boeken dat ik geschreven heb en dat ik altijd gezegd heb, buiten die boeken ook, dat ik gelijk gekregen heb. Dus en Pascal Hervé ook heeft bekend. Nou, Pascal Hervé die staat een beetje bekend als de grootste gebruiker van allen, klopt dat? Ja, natuurlijk. Die heeft er geen bang van. Dus, en het is ook daardoor, die heeft de hand zo'n beetje op Virenque. Het is daarom dat zij die twee samen niet bekend hebben in de tijd. Mm. En ik denk dat dat een beetje de fout is van Pascal Hervé. U heeft Virenque nu teruggezien. Hoe was eigenlijk het wederzien? Klopt het dat u in mekaars armen gevallen bent? Ja, armen gevallen is een beetje veel. Maar ik heb hem wel gezegd, in zijn oor gefluisterd, dat hem dat 2 jaar eerder moeten doen had. Dan had het nooit zo ver niet gekomen. Toch voor hem niet. Want als je nu ziet hoe dat hij behandeld wordt in de Franse pers en zo, dat is, wordt belachelijk gemaakt. Dus, en dat vind ik wel een beetje spijtig. Maar het was een beetje uw zoon. Dat vind ik spijtig. Ik heb die jongen altijd graag gehad. Die heb ik weten bij ons in de ploeg komen. Dat was een beetje, had een beetje problemen met zijn ouders thuis en zo. Die mensen, we gaan in zijn privéleven niet gaan, maar kunnen zeggen veel problemen gehad. En dan wou. Hij was curieus, hij was benieuwd. Hij wilde leren. En op alle gebieden. En ik spreek niet alleen van doping, want dat heeft al 2 jaar gekoerst zonder dat hij echt doping gebruikte. Dus ik heb daar heel veel gevoel voor die jongen. En als je met iemand samenwerkt tijdens 8 jaar natuurlijk, dan is dat toch een beetje emotioneel. En ik ben een beetje naar de emotionele kant. U heeft dopingproducten getransporteerd. U heeft ze ook toegediend, soms ingespoten. Maar wie betaalde die producten nu eigenlijk? Want dat is een beetje vaag gebleven altijd. Ja, dat wie? Is vaag gebleven. Die producten die heel duur waren. EPO, groeihormonen, die werden betaald van de renners zelf. De renners zelf. Het is erom dat ik mijn agendatje zat. Hè. Die waren die beroemde agenda's. Die namen, ja. Voilà. Dus daarom had ik die. Want ik maakte die contabiliteit ervoor. Dus, maar die andere producten, zoals cortisone en testosteron, dat werd betaald van de Festina. Festina zelf. Dus, maar Festina staat hier niet terecht. Is dat niet vreemd? Dat is voor mij is dat natuurlijk heel vreemd. Vreemd. En voor mijn advocaat ook. Want die zijn nog burgerlijke partijen. Voilà. Ze zijn nog slachtoffer. Dus dat is hier iets ergens dat niet klopt. Maar hebben zij die producten betaald? En wisten ze dat de renners van Festina doping namen? Natuurlijk. Want de eerste maal, ik me herinner goed, de eerste maal dat we EPO gebruikt hebben, dat was voor de Tour de France 93. Dan hadden we dat een beetje laat besteld, maar we waren nog niet zo goed georganiseerd. Dus, en dat is een privévliegtuig van de firma. Heeft dat overgebracht? Maar meneer Rodriguez, de baas van Festina. Voilà, die hebben dat overgebracht vanuit Spanje. Dus dan moeten ze niet zeggen dat ze van niks aan weten. Dat is natuurlijk, maar ja. Maar wist u in die periode, en wisten de renners eigenlijk waar ze mee bezig waren? Wat er allemaal ingespoten werd? Groeihormoon, EPO, noem maar op. Nee, die wisten dat niet. Wij ook niet. Wij ook wisten dat niet. Wij hadden vertrouwen in onze dokter en die zei altijd, en wij hadden een voorzichtige dokter. Maar in welke mate vindt u zichzelf schuldig? Ik vind me een beetje in welke mate. Ik heb altijd mijn werk gedaan, ik voel me niet schuldig. Op een manier. Maar u heeft toch producten toegediend? Ja, natuurlijk. En getransporteerd? Natuurlijk, maar dat maakte voor mij deel uit van mijn werk. Mm-hmm. Dus, en ik was niet de enige. In al die grote ploegen of in vele ploegen is er toch wel iemand zoals ik. Mm-hmm. Dus voor ons was dat niet. Maar Jeff Don bijvoorbeeld, hè, die ook verzorger is nog altijd, die heeft nog altijd geen kick gegeven. Nee. Liegt hij dan? Ja, voor mij zegt hij de waarheid niet. Dus hij liegt? Voor mij zegt hij de waarheid niet. Dus, en hij zegt zijn waarheid. Mm-hmm. En heeft me dat nogthans gezegd, want hij is niet kwaad op mij dat ik van alles uitgebracht heb. Hij zegt tegen mij, Willy, zegt hem, jij zegt uw waarheid, ik zeg de mijne. Ja. Tuurlijk, ik heb dat tegen de rechter ook gezegd en Jeff heeft dat gehoord. Ik heb tegen de rechter ook gezegd dat ik hem niet geloofde. Maar ik mag niet zeggen, Jeff heeft dat gedaan of dat gedaan, want ik heb nooit met hem niet gewerkt. Nee. Wij hebben samen in het wielermilieu gezeten tijdens vele jaren.
Maar ik heb nooit met hem niet samengewerkt. Dus ik heb hem nooit niks zien doen. Dus ik mag dat niet zeggen. Ja. Maar ik heb mijn gedachten erover. Maar de tweede week, dus vorige week eigenlijk, zijn de wielerbonzen aan het woord gekomen. Hein Verbrugge van de Internationale Wielerbond. Meneer Baal van de Franse Wielerbond. En ook Jean-Marie Leblanc van de Tour de France. Die mannen hebben vooral hun zaak verdedigd. En gezegd dat ze er eigenlijk niks van wisten of nauwelijks iets van wisten. Wat vindt u daarvan? Dat ze zich vrijgepleit? Natuurlijk, en dan worden we... Dat is het spijtige ervan, denk ik. Want dat zijn die mensen die moesten hun verantwoordelijkheid toch een klein beetje ook op innemen. Het draait er nou uit nu dat de kleine weer gaat betalen. Dat u doet. Daar ben ik een beetje bang van. Dan vindt u mensen als Verbrugge ook meeschuldig eigenlijk? In feite wel, ja. In feite wel. Als we terugblikken op hetgeen dat er gebeurd is... Maar zij hebben toch niet gepakt? Nee, ze hebben niet gepakt. Ze hebben niet gepakt, maar ze hebben toch een en het ander in de doofpot gestoken. Ze wisten ervan? Ze wisten ervan. Met het geval Brochard, als ik dat mag uiteenzetten. Wereldkampioen van wereldkampioen in 1997. Gecontroleerd positief met lidocaïne. Mm-hmm. Geen doktersbewijs. En dan een doktersbewijs gemaakt achteraf. Antidateerd eigenlijk, dus vals gespeeld. Voilà, vals gespeeld natuurlijk. En dat kwam dan uit van Verbrugge. Maar Verbrugge wist dat? Verbrugge wist dat. Mm-hmm. Dus dan hebben ze gebeld bij ons dat die brochure positief gecontroleerd was. En dan hebben ze alles gedaan wat dat er moest gedaan worden. Ja, hoe groot... En dat is natuurlijk... Ja. Ik vind dan ook dat... En dat zeg ik er altijd bij. We moeten die titel van brochure niet afpakken, want die heeft niet... Nee, maar hoe groot is het percentage van de renners dat pakt nu nog? Nu, vandaag, dat weet ik niet. Maar in uw periode dan? In mijn periode 90%. Maar dat wil ook zeggen dat bijvoorbeeld Lance Armstrong, winnaar van de Ronde van Frankrijk, doping neemt? Dat weet ik niet, maar ik weet van een goede bron dat hij 17 doktersvoorschriften heeft. Is dat nu voor zijn ziekte of is dat voor de koersen? Dat weet ik niet. Maar hoe leggen mensen als Jean-Marie Leblanc dat dan uit? Ja, die verdedigen hun winkel, als ik dat zo mag zeggen. Hè? Want dat is de Tour de France is natuurlijk de grootste koers van de wereld. Die hebben heel grote sponsors die veel geld aanbrengen voor die koers. En het is een beetje, hetgeen dat mij een beetje geschokt heeft, dat was ook in 1998 als ze de Festina-renners uit de koers gezet hebben, uit de Tour gezet hebben. Ja. Ze hebben toch de chronometrage Festina niet uit de koers gezet. Die zijn gewoon in de reclamecaravaan gebleven. In die reclamecaravaan zijn ze ook gebleven. Dus dat is iets ergens dat niet klopt. Er is dokter Rijkaard, okay, de ploegdokter. En je hebt Bruno Roussel, de baas een beetje van de wielerploeg zelf, de ploegleider. Rijkaard, hè. Klopt het dat die man eigenlijk de doping een beetje wilde matigen? Ja. Want hij krijgt nu alle zonde over zich heen. Ja. Dat hij eigenlijk iemand is die het organiseerde en de renners nog enigszins beschermd. Of is dat te mooi uitgedrukt? Dat is te gemakkelijk, want als we Rijkaard moeten beschuldigen, moeten we er veel anderen nog beschuldigen. Hè? Want Rijkaard was de enige niet. En ik weet zeker... Maar hij organiseerde toch mee de doping? Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Het was zijn werk. Hij was daarvoor bij ons. En voor mij was dat een hele voorzichtige dokter. En het is erom dat we in 1997 zo goed gepresteerd hebben. Als die grens van 50% hematocrietwaarde gezet hebben. Wij waren nooit niet meer als 3,54. Hij had zelf al een limiet gesteld. Ja, hij had zelf een limiet gezet voor de, echte, voor de veiligheid. De UCI, ja. voor de veiligheid. Dus voor mij... Natuurlijk, hij heeft misdanlijk als wij. Hè. En ik denk dat iedereen, als iedereen zijn verantwoordelijk neemt voor wat het hem gedaan heeft, ik denk dat dat goed is. Ja, de straf die gaat nu binnenkort bepaald worden. Wat vreest u? Heeft u schrik? Ik heb er echt geen gedacht van. Ik heb er een beetje bang van, ja. Als ik hoor dat de douane 7.200.000 Belgische franken vragen... Dat is een doodsteek voor u financieel. Dat is voor mij. Maar in feite is dat dan... In feite zou het dan beter zijn dat ik 7 miljoen moet betalen dan 700.000 frank. 700.000 frank die zou ik kunnen betalen en die 7 miljoen dat kan ik niet betalen. Maar de gevangenis, dreigt die ook voor u, denk je? Ik hoop van niet. Ik denk het niet, want ik heb dan 16 dagen in de gevangenis gezeten. Dus ik denk dat ze daar rekening mee houden. En ik heb mijn werk verspeeld. Ik denk dat ik al genoeg betaald heb. Maar u heeft natuurlijk gedeeld. Virank heeft alleen gepakt. Gaat Virank vrijuit gaan? Ik weet het niet. En voor het ogenblik is hem in beschuldiging gesteld. Maar morgen, als de procureur gaat spreken, dan weet ik niet wat er gaan voor. Maar denkt u nooit, ik heb de gezondheid van een aantal jonge mensen ondermijnd? Ik heb dat nooit niet gedacht. Wel, wanneer dat wij die experts gekregen hebben. Dat was verleden vrijdag. En die uitgelegd heeft wat de gevolgen kunnen zijn. Dan heb ik wel een beetje gepanikeerd. Dan zeg ik wel toch. En Virenken ook, onder andere. Dan hebben we toch gezegd, ja. En ik zou nou toch, als ik nu iets mocht zeggen, als ik nu moest weten dat binnen 10 jaar... iemand van die mensen moest ziek worden. Dat zou ook wel moeilijk kunnen mee leven. Is uw geweten nu zuiver? Want u heeft alles gezegd, maar u heeft wel meegedaan. Is uw geweten nu zuiver? Ik denk het. Ik kan het 's morgens in de spiegel bekijken. Ik zeg ja.
En ik denk ook dat ik, ze zeggen veel mensen die in het wielermilieu heeft in de soep gespuurd, maar dat zijn dan meestal mensen die daar. Voelt zich geen nestbevuiler? Nee. Redder van het wielrennen dan? Ook niet. Ja, dat kan. Ik zou het liever hebben dat het zo bekeken wordt. Mm-hmm. En wat doet u nu? Boeken schrijven? Ja, ik schrijf boeken, ja. Tuurlijk, ja. Ik moet leven, hè. Moet aan de kost komen. Ja, ik leef nu 2 jaar op de rug van mijn vrouw. Dus ik moet aan de kost komen. Bedankt, Willy Voet. Dank u wel. En het beste de komende dagen en weken. Ik hoop het. Dank u wel. De kampioenen hun EPO-gebruik toegegeven. Maar er is meer aan de hand. 2 weken geleden werd een ex-wielrenner aangehouden na een dolle achtervolging door Antwerpen. Hij was onder invloed van amfetamines, een verslaving die begon tijdens zijn wielercarrière. Er zijn nog meer renners verslaafd aan vroegere dopingproducten. Benny Schepmans bijvoorbeeld. Hij was prof van 74 tot 84. Hij is nu 46 jaar oud en tot 8 maanden geleden zwaar verslaafd aan amfetamines. Een reportage van Rob Herbout. Dat is nog een zeer mooie herinnering van mij. Dat is het laatste koers geweest met amateurs, het wereldkampioenschap in Montreal, Canada. Toen was ik 20 jaar. Was nog helemaal zuiver. Had nog nooit een spuitje gehad. Dan kwam ik in een kleine ploeg terecht. Gero. Dat waren meestal allemaal kermiskeraars. En daar heb ik de eerste keer in contact gekomen. Met amfetamine. Ik zag andere renners een spuitje zetten. En dan zei ik bijna, ja, je bent prof. En nu mag dat. Achteraf gebleken is dat een grote vergissing geweest van mij. Maar op die ogenblik was de verleiding zo groot. Omdat ze allemaal bezig waren, dat ik ook aan de spuit greep. Benny Schepmans heeft 10 jaar bij de profs gereden. Van 74 tot 84. Benny was een spurter, geen toprenner, maar wel goed voor overwinningen in de Ronde van Zwitserland en de Ronde van Spanje. Amfetamines nam hij alleen bij kermiskoersen. Amfetamine is een product dat stimuleert je geweldig in een dag. Je haalt het onderste dat je kan, maar met amfetamine kun je geen rondes rijden, want je kunt er s'avonds niet van eten en je kunt er niet van slapen. Dus amfetamine was eigenlijk meer voor de kermiskruis. Dat was een klikske. Van de renners die gebruikten. En we gingen altijd samen in een huis ons omkleden. En dat was altijd 3-4 jongens die gebruikten. En dan zaten we een half uur voor de wedstrijd. Dan hadden we ons materiaal boven. Wij zeiden altijd met elkaar, je kunt niet naar een oorlog gaan zonder geweer. Schepmans haalde zijn spul bij de apotheker op doktersvoorschrift. Hij gebruikte met mate, zijn carrière leek er niet onder te lijden. Ook een hele mooie herinnering. En een heleboel kleine bekers ook. Ja, dat is van minister Willy Klaas, van minister van Mechelen. Ik heb van alle bekers. Ik heb 10 jaar prof gereden. Dat is nooit geen Spanjeur geweest of een sportpsychiater die ooit tegen mij gezegd heeft, zeg bijna, je moet gebruiken. Ik heb het altijd op eigen houtje gedaan. Maar er wordt veel gezegd voor. Als ik excuus gebruik, zeg, ze worden gepakt, dan wordt gezegd, ja, dit is van jou, dit is sportbezitter, maar dat is niet zo. Het zijn de renners zelf? Het zijn de renners zelf, die dat willen doen. Hm. En dat is om te winnen eigenlijk? Ja, om te winnen, ten eerste om te winnen, en ten tweede als prof is om te verdienen. Hè. Als je weet dat je bij producten gebruikt hebt van 300 frank, en je kunt er bijvoorbeeld 100 of 200 frank mee verdienen, ja. Dat is dan de ploeg waar ik het meeste hart voor draag, dat is de 4. Daar ben ik 5 jaar mee geweest, met dezelfde sportbestuurder, Floraal van Varenberg. Ik gebruik ook alleen waar het geen controle was, als we in de klassiekers en de rondes, waar controle was, gebruikte ik ook niks, ook niet. Dus we wisten allemaal wat controle was, en dan soms toch een koers controle was, waar we gebruikt hadden,
Dan nepen we de remmen dicht en we gingen ons doosje. Dus je wist op voorhand dat er controle was? Op voorhand niet, maar tijdens de wedstrijd werd al eens geroepen. Mensen van die naast de weg stonden van, ze zijn vandaag hier, hè. Dat wisten we genoeg. Na zijn wielercarrière werd Benny tomatenkweker. Hij heeft nu 3 bedrijven. De fiets aan de kant zetten was geen probleem. Van de amfetamines blijven was moeilijker. Ik heb gebruikt van als 20 jaar was tot als 40 jaar was. Sporadisch. Voor eendagswedstrijden. Maar ik had het in de hand. Maar als ik dan gestopt ben als 40-jarige, had ik dan een bedrijf de hele dag werk. En dan zei ik tegen mijn eigen, vroeger gebruikte ik voor de koers te winnen. Ik dacht, ik kende dingen van amfetamine, dat ik dingen kon verbeteren, prestaties kon verbeteren. En ik zei, dan kan ik s'avonds spuitje zetten voor de hele nacht door in mijn huis te werken. En zo is het begonnen. Van 1 spuitje kwam 2 spuitjes. En zo is de miserie begonnen. Miserie, zeg je? Ja, miserie, dat is zo. Kijk, spuiten is plezant. Maar niet als je er afhankelijk van bent. Ik word op plaats afhankelijk van de spuit. En dan is het mooie er vanaf. Ja, 's morgens opstaan en spuiten. Dat was mijn eerste werk wat ik deed. En zo de hele dag door? Zo tot 25 keer per dag. En 's nachts? Ja, 's nachts werkte ik. En dat was ook, ja, was continu. Ja. Ik sliep 2 of 3 keer per week sliep ik. De rest was altijd werken. En ik ben nu 8 maanden en een half clean. En denk je er nooit meer aan? Ik denk er nog iedere dag aan. Maar ik heb zo, het zit ook in mijn kop ook. Hè. Ik weet de goede dingen van spuiten, maar ik weet ook de nadelen en de slechte zaken van, die door het spuiten gebeurd zijn. En die liggen voor een ogenblik hoger dan de goede dingen. En ik heb een klik gekregen en dat heeft lang geduurd voordat ik klik gekregen heb. En ik vecht er nog elke dag tegen, maar ik zal blijven tegenvechten. Ik zal nooit. Nu ook, dat stimuleert me vandaag ook weer eenmaal, dat jullie hier geweest zijn. Iedereen weet het. En iedereen weet nu, als er mij iets gebeurt, dat ze me kunnen op mijn vingers tikken. Bijna zeggen, weet je wat ik vroeger gezegd heb? Ik spuit nooit meer. Dat stimuleert me allemaal. En die stimulans heb ik nodig, om vol te houden. Kom, Bert. Kom. Je hebt jaren een stuk kunstmatig. Kom. Je leven zal ik zeggen, ingespoten. Alles, als het buiten regende en ik gaf me een spuitje, dat is geen de zon. Ziet je, nu zijn de dagen meestal grijs. Grijs voor mij. Kom, ga, kom. Hiermee eindigt deze uitzending. Ik dank je voor het kijken. En de wielersport krijgt al een paar jaar harde klappen, maar het nieuws van Frank van den Broeke sloeg in als een bom. Hier van Gils vervolledigt het verhaal van een grote mond met veel talent. Met handboeien om in het gerechtsgebouw van Dendermonde het beeld van de dag. Verder is vrij intussen, maar heeft heel de dag het nieuws beheerst. En over de lijn maken we een reconstructie van wat er sinds gisteravond met hem gebeurd is. Ook Nico Matan is verhoord, maar wij concentreren ons vanavond op de figuur van Van den Broeke. We praten erover met twee mensen uit de onmiddellijke omgeving van Frank van den Broeke. Patrick Lefevre, manager van de Domo Wielerploeg. En Jeff Brouwers, psycholoog en lid van het team dat VDB begeleidde op de weg terug naar de top. Meneer Brouwers, heeft u gelijk contact gehad met Frank? Even een minuutje. Telefonisch. En hoe doet u het? Wel, aangeslagen, maar ik kwam aan de telefoon en dat stelde me toch enigszins gerust. Dat is al een eerste stap. Ja. Ja, Patrick, heb jij hem al gehoord? Nee. Zo lang bezig is met pers en al deze zaken doen. Je hebt niet proberen te bereiken, maar uiteraard te gaan. Nee, want ze is bereid geweest op het moment dat ik een persconferentie zat. En ik denk dat de situatie is dat hij eerder naar mij zou moeten bellen. Dat is niet al de eerste stap. Dat denk ik niet op dit moment. Goed, laten we misschien even de feiten op een rij zetten. Het begon allemaal bij een snelheidscontrole, gistermorgen bij Kortrijk. De politie houdt een man tegen en vindt in de koffer van zijn auto een hoeveelheid dopingproducten. Het gaat om niemand minder dan dokter Sainz, een man met een slechte reputatie in de wereld. Sainz beweert dat hij gelogeerd heeft bij Frank van den Broeke, waarom de politie een huiszoeking doet bij VDB. Als hij s'avonds terugkomt van de training, wordt hij meegenomen naar Dendermonde voor verhoor. VDB gisteren op verkenning voor de Omloop het Volk. Na de aanhouding van Sainz wachtte het Dendermondse pakket hem thuis in Lebeke op. Rond 6:30 uur nemen de pakket naar Dendermonde. De ondervraging duurde de hele nacht. Om 9:00 uur vanmorgen kwam het pakket naar buiten en de resultaten van de huiszoeking bij Van den Broeke. Bij die huiszoeking werden verboden producten aangetroffen, onder meer EPO, morfine en flambutrol. De reactie van Van den Broeke's ploeg komt snel. Op een persconferentie in het Gentse Holiday Inn om 12 uur. Na overgaan de responses hebben wij als weerploeg Domo Farfits in het recht van de gebeurtenissen rond de Frank van den Broeke gisteravond en de verklaring van het recht deze morgen beslist om Frank van den Broeke met onmiddellijk ingang te ontslaan. Geen verrassing, want in het contract tussen Van den Broeke en Domo staat een clausule die doping bezit sanctioneert met onmiddellijk ontslag. Er zijn ook onderzoeken geweest in zijn valies, dus er is nooit iets gevonden geweest.
net voor de bekendmaking van het ontslag is Van den Broeke vrijgelaten. Onder bepaalde voorwaarden zo blijkt later. Om 1:30 vanmiddag is Van den Broeke terug thuis in Leibeke. Vijf, mogelijk om ergens te trekken? De man van de gerechtelijke politie gaat mee naar binnen. Drie uur later komen twee advocaten aan, om samen met manager Vergijter de verdediging van Van den Broeke voor te bereiden. Ik wil informatie over de verhuren en dat we iets meer vertellen over de situatie. De mededeling zal heel kort zijn, want een van de voorwaarden die op dit geweest is aan het vertrek van de boeken is van met niemand te communiceren over de inhoud van de zaak en over de lopende met niemand communiceren, dus geen contact met de pers, geen verklaring aan de pers over de inhoud van het dossier, geen verdere verklaring over datgene wat er nu staat te gebeuren. Voor deze informatie, op de informatie stop, hier de rest. Intussen is in Londen een nieuwe persconferentie aan de gang. We gaan dus laten zien alle producten die aangekomen zijn, zullen we laten analyseren natuurlijk, en dat kan dus in de tijd in slag nemen. Het pakket stelt VDD officieel in verdenking voor het bezit van hormonale producten. Epo dus en Crème Butterol, middel uit de veeteelt, volgens Van den Broeke bestemd voor zijn hond. Het morfine bezit overtreedt en ook de drugswet. Van den Broeke riskeert een gevangenisstraf van 1 maand tot 5 jaar. Nou Patrick, jij hebt Frank Van den Broeke een nieuwe kans gegeven door hem bij Doolman contact aan te bieden. Heb jij er spijt van? Ja, niet zo makkelijk zijn om ja te zeggen. Ik heb zodanig veel reacties gehad de laatste maanden van heel publiek van de mannen in straat die hun fabriek gaan maken tot grote businessmen die zo enthousiast waren over zijn terugkeer, dat ik alleen maar kon blij zijn met hun terugkeer of met contact die ik gegeven had. Ik had daar zo ver aan te zijn dat er verhaalde contacten waren met grote sponsors die bij mijn manier van spreken alleen geïnteresseerd waren als Frank Van den Broeke terugkwam. Maar wat gebeurt dit? Dat risico is ingecalculeerd als je hem binnenhaalt? Voel jij verantwoordelijk? Voel je ook schuldig wat er gebeurd is? Ik voel mij enerzijds wel verantwoordelijk en het zou nu natuurlijk makkelijk zijn om aan te laten zakken en te zeggen zoals misschien ministers moeten doen wat ik aan de ontslag aanbieden. Maar aan de andere kant voel ik mij ook verantwoordelijk voor 39 andere families. Ik voel me verantwoordelijk over mijn sponsors die blijven achter de ploeg staan tot nader orde. En we moeten proberen met opgeheven hoofd zaterdag aan de start van het jullie zullen te staan in België. Ik heb je de verontwaardiging bij het publiek opinie dat zich moeilijk kan voorstellen dat de entourage van Dommel daar niet van op de hoogte is. Moet je controleren tot jou in de gaten, je weet dat er risico is met Van den Broeke. Vandaar dat het zo ongelooflijk is, het ging zeer goed met hem. En iedere dag beter, in feite heeft natuurlijk de trein ook een keer een dipje gehad en zo, maar het ging altijd wel beter. En vandaar dat onze verrassing zo groot is dat wij eigenlijk zo aangeslagen zijn, omdat het, wij bijna overkrijgen dat hij zaterdag iets uit zijn morgen schudden. Ik kan niet met iemand gaan slapen. Maar ik voel me niet op dit moment voel ik niet zo dat we niet goed gecontroleerd hebben. Dat heb je wel gedaan. We hebben samen met de mensen van de man meer dan gedaan dan voorheen. Hij heeft een paar fouten gemaakt. Mm-hmm. Iemand die ook bijzonder ontgoocheld is Johan Michel. Michel had zich als het ware ontfermd over Van den Broeke. Was ook zijn kamergenoot en mentor. Gisteren was de jacht van de Douwe goed. Hij vroeg gewoon over de kasseien. Want Goochelen zal heel groot zijn. Want ik kan alleen maar oordelen over mezelf, meneer Bernard. Ik ben teleurgesteld aan het Goochelt. Dat is nog eens een bewijs dat je allemaal niet meer in dan hebt. Niet in de sport, niet buiten de sport, niet meer. Ik ga altijd met individuen zitten die hakken dingen doen. Ik heb de kamer met hem gedeeld in Mallorca, dan in de Middellandse Zee. Ik heb niks verkeerd gezien, niks verkeerd gemaakt. Was dat zo het geval geweest, dan ging dat onmiddellijk medegedeeld hebben aan dokter Van Mol, onze ploegarts van Patrick Lefevre, of aan een sportdirecteur van ons. Maar ik heb niks verkeerd gezien, daarom is ook de ontgoocheling zo groot bij mij. Ik heb er ook wat tijd in gestoken. Met het hart kwam het, echt waar. Ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik ontzettend ontgoocheld ben. En dat zal ik niet alleen zijn. Dat zal ook Patrick en de hele omkadering van de ploeg zijn. Het vertrouwen is geschonden. Ik heb al heel veel meegemaakt in mijn carrière, veel opdoffers gehad. Maar nog nooit zo'n opdoffer van dit formaat, naar die richting uit. Maar naar verboden middelen toch. Ik heb deze morgen gedacht aan stoppen, echt waar. Ik had het graag, maar ik kan niet. Ik hou nog te veel van het uur aan. Ik stop er niks. Ik zie het allemaal niet meer zien. Ontgoocheling is groot, Patrick. Maar er is maar één maatregel mogelijk voor Domo. Dat is ontslag. Ik kan niet anders. Als we dat niet doen, dan is er wel credibiliteit tegenover iedereen. We hebben contracten opgemaakt, die zijn niet alleen contracten van ons, maar zijn energiecontracten waar het in staat. Dat niemand mag in bezit zijn of transporteren van producten. Ja, het is niet bewezen dat hij gebruikt heeft, of dat hij het gebruikt heeft, maar bezitten van. Ja. Is dat hoe meer de dag passeert, hoe langer ik overtuigd ben dat hij het niet gebruikt heeft. Waarom? Omdat wij hem zodanig veel controleren en ook de signalen iemand die gebruikt, dat zie je. Ook zijn vertrouwen als crescendo. Ik vind het misschien juist de reden dat hij gebruikt, als je hem gisteren zag vliegen over de kassa. Tja, maar ik denk dat jullie dan niet goed op de hoogte zijn. Gewerkt zonder recht en controles. Misschien zaterdag morgen, misschien vrijdagavond, misschien zaterdag achter de koers. En als je die producten gebruikt hebt, dan hang je. Dus als je gebruikt hebt, maar als je Frank Van den Broeke heet, je speelt meer dan op het volk. En je doet een podium als je niet uitgenodigd wordt. Als je in de aanval gaat, is zoals echt loting. Maar dan komt hij dan sowieso op die lijst en dan ga je de controle. Dan weet je op voorhand. Dus zoals je geloofd heeft niet gebruikt, moet u hem schorsen. Ik kan niet anders in staat in onze tijd reglement ook. Meneer Brouwers, u bent als psycholoog lid van het team dat Frank Van den Broeke terug mee moest begeleiden naar de top. Is hij wat er gebeurd is bij u nu ook persoonlijk aan gade? Absoluut niet. Nee? Nee. Kunt u het niet af dan? Hoe zegt u, kunt u het niet af wat er gebeurd is? Ik heb het natuurlijk af. Maar ik ben een psycholoog, hè. Afkeur is een oordeel van. En dat wil u niet doen? Nee, absoluut niet. Maar heb je uw vertrouwen als psycholoog dan nog niet geschonden? Nee, omdat mensen zijn mensen en mijn vak ziet anders uit dan het vak van een onderzoeksrechter of van een ploegleider. Ja. Dus u bent niet teleurgesteld? Dat is iets anders. Als mensen is het natuurlijk moeilijk om dit mee te maken. Hè? Maar mijn professionaliteit vraagt dat ik daar professioneel op reageer. En u twijfelt er ook niet aan om hem verder bij te staan en verder te helpen dan? Ja. Misschien bent u een van de enigen, wie weet, want Lieve Maaschalk, de bekende kinesist die Van den Broeke in de eerste fase van zijn comeback heeft bijgestaan, die denkt er anders over. Voor hem is het hoofdstuk Van den Broeke goed afgesloten. Vooral de naam van Bernard Sains, de wonderdokter die alles aan het rollen bracht, zit bij hem veel kwaad bloed. Lieve Maaschalk leest de telex des oordeels. Epo, morfine en Crème Butterol. Ja. Nee, dat is ook gelukkig. Erg. Inderdaad, erg. Maar zo stijgt het al hier aan, van Science weer hoort. Ik heb het ook niet voor, als ik de zaken, want die mensen konden de proppen zomaar eigenlijk wel zonder enige wetenschappelijke background. Dit maar op. Klopt het dat jullie nog een halve ruzie hebben dat jij onder de oren is, Frank? Ik wil dat niet vooruit, maar wij hebben daar inderdaad een aantal discussies over gehad. Ja. Dat is juist eigenlijk wel een tegengestelde standpunt, ja.
Maar als het in zijn team van de Brugge eind vorig jaar over Andomo hun werk zat erop, van de Brugge was weer een stap. Dat blijkt nu een foute inschatting. Je kunt toch moeilijk volwassen mensen, dat je mag eigenlijk wel. Dat is niet. En de laatste 4 maanden heb ik ook helemaal niets meer gedaan. Dat was mijn taak afgelopen. Maar eigenlijk is dat misschien een mens dat blijkbaar nodig heeft. Jij kan dat niet, maar misschien heeft hij het wel nodig. Dat blijkt misschien wel nodig. Als je 27 jaar bent, heb je toch niet altijd fulltime nodig die voor je alles gaat van doen. Of, door, die moeten naar de zucht gebeuren. En ik vind, als je mensen drukken, moet je steven op afhankelijkheid, niet naar afhankelijkheid. Want er is afhankelijkheid is een grote principe en je kunt je inderdaad onmisbaar maken. Maar er is dus niemand, iedereen misbaar. En ik vind dat een hele goede stelling. Als je morgen wilt eigenlijk wel terug gaan winnen, dan moet je als onafhankelijk persoon dat kunnen doen. Of, ja, en moet je niet iemand hebben die dag en nacht eigenlijk. Weer eens, gevallen hulp lijkt juist nu brood nodig, maar alle vertrouwen is zoek. Rustige vraag. Ja, als je vertrouwen schaadt van mensen, als een effectief waar is niet of ja, als je vertrouwen schaadt van mensen, eigenlijk wel, wie gaan we dat doen? Jij niet? Ik denk, ik niet, hè. Ik ga zeker vast niet doen. Ieder maal smaakschalk zegt niet meer, meneer Brouwers, maar u heeft hem dus gesproken en hij zal de mening veranderen. Maar het is zo dat liever een zeer emotioneel man is, waarvan moeilijk in te schatten is wat hij en zijn vrouw voor Frank en Sarah hebben gedaan. En hij heeft het recht om teleurgesteld te zijn, omdat hij daar als mens op reageerde. En wanneer je dan later tot rust bent gekomen en daar op een andere manier naartoe kijkt... Heeft hij hem omgepraat? Nee, wij zijn een zeer goed team. En wij zijn, denk ik, professioneel bezig met ons vak en dat heeft gemaakt dat hij gezegd heeft... Ik kan niet waar op hem rekenen en samen ermee verder te gaan. Heeft hij een punt als hij zegt dat Frank van Broek een probleem heeft met afhankelijkheid? Dat hij zich gemakkelijk afhankelijk maakt van iemand? Van niet van onze dokter, van denk ik ons niet. Nee, ik denk dat dit enkel betrekking heeft op Science. Ja, is hij scherp, die Patrick? Ik heb helemaal gezien op het huwelijk van Frank daarboven, die toen niet bij ons heeft. Hij heeft hem 1 minuut voorgesteld, hij was weg. Die voelt heel goed aan bij wie kan aanklampen en bij wie niet. Dus die loopt weg van jou als hij jou ergens ziet? Nou, ik kan het eens zijn dat het geen dokter is, dat is een schoenen. Hij is niet diplomaat. Maar hij is wel een beetje actief met het peloton. Ik ken niet zoveel klanten, hij beweert dat. Maar behalve Nico Matan en Frank van Broeke ken ik niemand die hem volgt. Matan is wel een vervent voorgericht, terwijl anderen zo verteld om hem te gaan. Maar ik denk niet dat ze zoveel volgende heeft. Maar de tijd waar met Cyril Guimard gewerkt hebben zelfs. Ja, maar dat wil niet zeggen. Nee, dat spreekt van voor de oorlog bij wie van spreekt. Misschien moeten we mensen eens even voorstellen. Die Dr. Science, want daar draait het allemaal op. Om. Wie is hij? Dr. Science of Dr. Mabuse, zoals hij nogal is genoemd wordt. Naar een personage uit een Duitse film. Daar is Mabuse een heuse charlatan. De 58-jarige Bernard Science is een discreet man. De televisiebeelden van de Fransman zijn uiterst zeldzaam. Als amateur koest hij nog met de latere toerbaas Jean-Marie Leblanc. Maar een zware val betekende het einde van zijn korte carrière op de fiets. En won 1 Franse amateur klassieker. De bijnaam Dr. Mabuse kreeg Science in het paardensportmilieu. Science werd 2 keer veroordeeld voor paardendoping. Al 35 jaar draagt de man het etiket Louche Soigneur, zelfs noemt hij zijn praktijken beledigend voor de traditionele geneeskunde. Je suis diplômé en spécialité de médecine homéopathique et d'acupuncture, un diplôme obtenu en France, et paradoxalement, il n'est pas reconnu. In de jaren 70 stond hij aan de zijde van Cyril Guimard, maar toen ze spurten legde hij merkte in de Tour van 72 het vuur aan de schenen. Maar 2 dagen voor Parijs gaf Guimard op met kapotte knieën, de schuld van zijn preparatie beweerde insiders. Maar dat werd nooit bewezen. Sens was ook even adjunctproefleider, onder meer bij bekende Don Mixier met uithangbord Raymond Polidor. In 86 verdween Science 1,5 maand achter tralies als verdachte aan dopingvangst in de zesdaagse van Parijs. Hij werd niet vervolgd. Philippe Gomeau was de tussenpersoon, dankzij zijn toenmalige ploegmaat en vriendleden van de Broeke Science kennen in de herfst van 98. Een half jaar later, in mei 99, sprak de affaire Science Laveloe uit. Van de Broeke betaalde Science 8.500 euro voor homeopathische producten. Bij TDB werd slangetjes gevonden. Geen verdorde product, de Wonderboy, werd weer gewassen. En na 2,5 maand voor hechtenis was Science weer vrij. Uit het onderzoek bleek dat Science toen 14 sportleiden geleidde. Waarbij ook Richard Pianke die toegaf dat Science hem bevoorraadde. Nog 1 detail, de oorsprong van de bijnaam Dr. Mabuse, die hij kreeg van het paardenmilieu. Dr. Mabuse is een filmfiguur uit de jaren 20 en 30 en moest een krankzinnige dokter voorstellen die zijn patiënten doodde. Zij draait al lang mee, Dr. Mabuse, dat er wel zoek dat iemand zo'n impact hebben op iemand anders. Wel, dat zou ik niet kunnen zeggen, omdat het altijd om andere redenen gaat. Maar goed, dat is wel een fijn van de boek, ik ken hem goed, hè? Maar ik denk dat hij gewoon op een bepaald moment op de juiste plaats was om aan te tonen dat hij een invloed had op het succes van Frank en dat vrij ernstig bestendigd is, dat gevoel. En hoe doet die man dat dan? Heeft hij helemaal bezig gezien? Ik heb hem bezig gezien. Hoe gaat dat dan, Frits? Hij zit met formules bezig, hij zit dan heel geleerd te doen en hij zit vooral apart te werken rond 1 renner die dan wordt behandeld. En kiest hij zijn prooien uit? Voelt hij van die renner is daar misschien gevoeliger voor dan een ander? Ik denk dat hij, zoals Patrick zegt, altijd naar prooien zoekt en ver weg blijft van degene die hem absoluut niet moet hebben. Dus hij tegen mij heeft niet gesproken. Ik ook niet tegen hem. En hoe hij dan aanvullend van de boeken heeft misschien een labiele persoonlijkheid? Die kan ik beïnvloeden? Dat weet ik niet. Dat kan ik niet beantwoorden. Nee. Maar wist al dat Frank te contact had met Sans? Ik heb het altijd geweten. En ik zag hem proberen uit zijn hoofd te praten. Zeker. En ik ben ook overtuigd dat hij niet meer dezelfde rol speelde. Maar hij zag hem nog wel omdat Frank niet durfde zeggen tegen Sans: blijf weg uit mijn huis. Had hij er schrik van? Ik denk het wel, ja. Want jij wist het ook, hè, Patrick, dat hij terug daar was opgedoken ten huize van de boeken. Maar terwijl hij slaagd wordt, is nooit weg geweest. Alleen, ik heb me duidelijk gemaakt dat hij niet meer afhankelijk was van Sans als vroeger. Maar dat hij alleen wat Sans voor hem betekend had, niet de kracht had om hem onmiddellijk buiten te smijten. En twijfel je daar niet aan dat misschien de impact toch nog groter is dan je dacht? Nee, omdat hij ook met een paar andere personen die hij liefst niet meer zag, omdat hij niet de courage had om met Frank te zeggen om ze af te wijzen. Ja. Niet op dat moment, hij zei, als ik later niet sterker ben, zal ik dat wel doen. Is misschien ook een van de gevolgen van het festivalproces en van de nadelige gevolgen misschien. Nu renners binnen een ploeg en niet meer bij een ploeg terecht kunnen als ze iets extra's willen. En dat ze ja, makkelijker bij dit soort van mooi praten terecht kunnen. Ik praat hier over heel specifieke gevallen. Dus sinds 98 heb ik alleen maar de naam van Mabuse gehoord bij bepaalde mensen. En zoals de heer Brouwers zegt, hij klant met een koop overtuigd alleen vast aan mensen die problemen hadden. Die komen met hem zijn hart is overtuigd dat het door zijn zetten genezen is. Die zegt dat hij zich op de fiets zetten. Frank voor andere gevallen. En dan gaat hij dan de hele familie aan mij voeden. En dan zit hij met het resultaat waar we vandaag mee zitten. Want iemand als iemand anders zegt, als zij aan mij vraagt om een beetje erin te drinken, dan doe ik dat gewoon. Dat zou ik niet gaan met als een plaats. Nee, dat niet. Nee. En er zijn er nog heel veel foto's bij Chris Peers langsgelopen. Ploegmaat van Matan bij Cofidis en ex-ploegmaat van Broeke. Peers heeft ook een aantal dingen van Sans geleerd en bepaalde gewoonten van hem overgenomen. Ik heb Sans natuurlijk ook bij de mannen in een halvering gezien. En zo'n kennen dat ook met die jongens. Dus, maar ik persoonlijk heb er heel weinig... Ik heb die mensen nog niet lachen gezegd. Zal ik tegen iedereen een goede dag zeggen. Ik heb er echt geen contact mee. Dus de jongens die er van Broeke en Matan, die kwamen er ook voor mij uit dat ze een behandeling waren
met hem uit zijn. Hij kwam eigenlijk over als een bizar figuur. Die was altijd meestal met een bladje papier en vooral aan de dingen aan het opschrijven zijn. Dus die was altijd precies in een andere wereld met zijn gedachten ergens anders. Maar kijk, hoe dat hem leerde of... Hij was echt een speciaal iemand. Maar iemand waarschijnlijk die een enorme invloed kan hebben op bepaalde mensen. En dat is toch duidelijk gebleven dat hem toch echt een bijna hoeroe kunt zijn. Jammer genoeg. Dat is natuurlijk mensen met toch enorm veel ervaring. Je kan zeggen dat allemaal positieve ervaringen zijn, maar kijk, hij heeft toch iets van alle culturen opgevangen en die methodes van dag naar dag niet zo geweten. Dat is zeker iets die mij persoonlijk ook goed bevalt. Het is niet allemaal negatief wat we naar Science vertellen. Ik heb vorig jaar mijn werkbruik en via homeopathie. Dus dat was belangrijk voor de kalk aanmaken. Ik heb die homeopathie in België gehaald. Dus op dat gebied, ik denk wel dat hem ook zeker goede dingen heeft. Maar natuurlijk heeft waarschijnlijk ook fouten gemaakt. Ja, te brengen, daar kan ik moeilijk over oordeelen. Of dat hem naar Science te brengen niet zo valt. Dus ik hoop alleen maar de noodsontwoording zal zijn voor de mensen die echt het goed bedoelen om terug te gaan op het hoogste niveau te tellen. En kijk, ik denk dat die mensen vandaag het goed van alle aanslagen zijn. Het is dan toch opblijkbaar. Een klant dat de basis ook een beetje in de greep van die hondendokter. Zoals je dat nu zegt, niet hè? Nee. Maar hij heeft ook bepaalde eten van hem overgenomen. Ja, maar dat zegt hij. Maar daar is niks fout mee. Nee. Maar zijn we niet misschien niet te veel met een zonnebok aan het zoeken? Want zijn ze kan wel redders beïnvloeden. Maar ze kiezen het toch uiteindelijk altijd zelf voor. Oké, in het geval van Madame Frank, daar is dat liever naast, wat ik zeg. Kies ervoor. En als je dingen doet die niet mogen, dan moet je, als je gepakt wordt, de boete betalen. Hè? Ja. Dan moet ik niet verder met Frank van den Broek. Ik vraag het alleen als mens, vanaf nu, in de eerste plaats. Wel, als mens zullen we proberen om hem zichzelf als mensen te leren respecteren en te leren aanvaarden. En dan zullen we zien hoe het verder moet. Is dat moeilijk mee? Ik denk dat hij er zeer moeilijk mee heeft. Ja. Ik denk dat hij, omdat hij naar mijn mening zeer dicht stond bij een terugkeer. En dat die terugkeer toch verbazingwekkend zou geweest zijn, naar mijn oordeel. En dat valt niet allemaal weg. Ja. Dus het zal heel moeilijk zijn om dit te verwerken. En hij voelt al echt ook de teleurstelling en ontgoocheling die hij veroorzaakt bij de mensen die hem geloven. Dat was mijn reden om hem zelf op te bellen en alleen maar te zeggen dat hij bij mij nog welkom was. Ja. Nou, ik zat er heel veel begrip vast van die twee iemand. Ja. En als renner, wat ik wil zeggen, betekent het dus niet kiezen? Einde? Of mag je dat bij Frank van Boeken nooit zeggen? Wie ben ik? Om dat te oordelen, ik weet dat niet. Ik hoop voor hem van niet, maar ik vrees toch dat het nu heel moeilijk wordt. Ik kan hem niet nog eens opvangen. Dat zou dan mijn einde betekenen. Ja. En die eigen, zelf. Ik had hem nog niet graven. Geloof me niet. Als hij verdwijnt, als renner, ja? Dan moet hij zeggen dat ik geen begrip heb. Ik heb absoluut geen begrip voor de zit van die spullen. Nee. Ik heb absoluut een noodzaak om hem verder te begeleiden als mensen. Maar ik vind dat ik niet kan. Hè. Dus laat dat duidelijk zijn. Dan moet ik geen begrip van. Ik heb met hem een groot talent, een uitzonderlijk groot talent verloren, Patrick. Ik kan het misschien gruwelijk niet gaan zeggen, maar ik denk dat veel mensen zich vandaag nog niet realiseren wat de verloren gaan is. Ik ben overtuigd dat hij, zoals Jeff zegt, grenzen zijn geslagen binnenkort. En op een natuurlijke wijze niet met dopingproducten, maar ik ben overtuigd dat die dopingproducten, dat hij die door zijn emotionele naar zijn bezet had. Want ik kan nog een paar voorbeelden geven. Zo'n avond is zijn telefoon niet meer, zijn paspoort niet meer, zijn ticket niet meer. Dus soms was zijn oorlog wel kwijt. Maar als het emotionele wij kunnen dat nu niet meer bewijzen. Het zijn vijgen en paas. Het zou dubbel doodzonde zijn, als het zo dubbel zou zijn. Dat is een doodzonde, dat is zeker. Hoe dan ook, in 1999 won Frank van den Broeke met veel machtsvertoon like, was te maken like. Op Merciaanse wijze werd toen gezegd, maar drie weken later liep het al verkeerd. En eigenlijk is het sindsdien nooit meer helemaal goed gekomen met VVD. April 1999, Frank van den Broeke bouwt geduldig aan die grote carrière die iedereen en op de eerste plaats hijzelf van hem verwacht. Hij wint op spectaculaire wijze like, was te maken like en wordt leider in de wereldbeker. Maar de euforie van den Broeke duurt niet lang. Precies drie weken na like, was te maken like, wordt VVD opgepakt in de eerste affaire Sens. Van den Broeke geeft toe dat hij klant is bij Sens. Die zou hem homeopathische middelen geleverd hebben. Maar volgens uitgelekte laborresultaten zou Van den Broeke een hematocrietwaarde van 52% gehad hebben en zou de sporen gevonden zijn van amfetamines. Van den Broeke wordt toen aan het gerechtelijke onderzoek loops door koffiedies geschorst. Maar de hemel klaart op voor de boekstekenaar. De beschuldigingen worden nooit hard gemaakt, de schorsing wordt opgeheven. Ik heb het al zware beschuldiging geweest voor iets dat ik niet heb gedaan, voor niets niet van erg. Nou ja, dan laat dat wel een beetje lektekens in. Laat je je nog begeleiden door de Sens? Nee, momenteel niet. We zien wel hoe dat het verloopt voor hem. Maar nee, eigenlijk niet. Geen Sens dus, misschien kan dat het succes in de Vuelta van dat jaar verklaren. VVD wint twee ritten in die ronde van Spanje. De ambities voor het WK in Verona dat eraan komt zijn hoog. Heel hoog. Ik weet dat ik misschien de favoriet nummer 1 zal zijn, maar de basis moet sterker en we zien wel. De kater is des te groter als Van den Broeke al vroeg in de wedstrijd valt en zijn kansen niet voluit kan verdedigen. Hij breekt beide polsen. Een immense ontgoocheling voor Van den Broeke. Die ontgoocheling verhaalt hij op zijn ploeg. Koffiedis heeft hem tijdens het dopingschandaal onterecht laten vallen, vindt het dan van terrible. Hij dient zijn ontslag in. Een maand later komt het bericht dat hij toch nog 1 jaar bij Koffiedis blijft. Begin 2000 beweert Van den Broeke dat hij van een trap gevallen is en niet kan rijden. Hij is het hele voorjaar niet te zien. De Tour 2000 dan, dat moet de tweede comeback voor Van den Broeke worden, maar in de eerste bergrit moet hij al opgeven. En de Nietzsche beweert hij zelf, veel hebben daar hun twijfels over. Na die mislukte Tour is het Koffiedis die het contact met Van den Broeke opzegt. VDB heeft veel krediet verspeeld in de wielerwereld. Het duurt maanden voor hij een nieuwe ploeg vindt. Uiteindelijk is het Lampreet Dijkin die het grote lot wint. Zij gunnen Van den Broeke een nieuwe kans. Na een depressie maakt de blonde god uit ploegsteeg in de Ronde van het Baskeland zijn derde heroptreden. Van den Broeke lijkt veranderd, milder geworden voor zichzelf, maar schijn bedriegt. Voor de Ronde van Luxemburg, de voorbereiding op de Tour komt hij niet opdagen. Ook bij Lampreet Dijkin is hij niet langer gewenst. Van den Broeke is nu compleet de pedalen kwijt, heeft psychologische hulp nodig, beseft hij. Psycholoog Brouwers, kinesist Maaschalk en manager De Geijker proberen hem met een aangepast programma weer bovenop te krijgen. Dat resulteert in het contract van de laatste kans bij zijn oude vrienden Van Domo. Het is een pijnlijke zaak voor Domo, Patrick, wat er gebeurd is. Maar misschien voor de sport in het algemeen. Bijzonder voor de sport in het algemeen, voor ons zeker. Vooral zoals je straks gesteld is voor de mensen die heel veel vertrouwen gehad hebben, vooral dokter Van Molen. Ja, want ik heb vandaag aan de lijn gehad, de dokter die was niet in staat om te spreken, ik kon alleen maar benen vandaag, ik heb alleen maar kramen. Ja, ik kan begrijpen, hoe langer de tijd passeert, hoe moeilijker het ook voor mij wordt, maar er moet iemand zo sterk worden. En, ja, je hebt vandaag de klappen op. Ik heb heel veel te doen met iemand, omdat ik weet hoeveel energie iedereen heeft. En inderdaad, het is heel erg voor de sport. Ik denk dat we dat vandaag niet kunnen inschatten. Heb jij op een dag van vandaag ook wel eens momenten, zoals je misschien bijvoorbeeld van waarom doe ik het nog?
Ik heb het eerst al gezegd, dat is misschien de makkelijkste manier zijn weglopen. Maar ik denk dat Omega kan de laatste instantie misschien aan mij. Want ik had geen reden zonder dat ik zou kunnen weglopen. Ik had ook gezondheidsreden weglopen. Maar dat doe ik niet. Ik denk alleen naar de andere mensen waar ik mij toe aangezet heb. Trek jij lessen uit? Ik bedoel, maar vertrouwen in mensen toe? Moet je misschien ook eens niet in de keuken gaan snuffelen van Richard Virank? Dat is ook iemand die heeft dat opgezet. Met een doping van jou? Ja, ik vind dat een klein beetje een ding. Dat is niet zo bedoeld. Als ik dat moet doen, dan is het beter dat ik mijn conclusies neem. Ja. Als ik geen vertrouwen meer heb naar de mensen, dan vraag ik me af wat ik hier wil doen. Ja, dan gaat het helemaal niet. Dan kan ik beter rustig rijden en afsluiten thuis. Ja. En dat zou mooi kunnen zijn, hè? Overmorgen, omdat het volk. Dat zag er heel goed uit, hè. Dat pakten wij ook gisteren. We zijn gisteren Domo, de proefmatige verder, die gisteren is gaan trainen, het parcours gaan verkennen van de omdat het volk. We zijn die gaan volgen en we zagen alleen maar lachende gezichten en een ontketende van de broeken die op elke hindernis zijn ploegmaat aan het vuur rijdt. Het publiek kijkt er naar uit, ook de combat van Frank van den Broeken. De Vlaamse helling dat ik me weer... Weer plezier, dat kan bijna niemand zou voorstellen, omdat ik het me niet voel. Iedereen weet wel dat Frank is iets rijper geworden, maar zijn ogen gebruiken ze altijd soms even groot als vroeger. Maar ik had wel gezegd, kijk, je komt met je overlijken, we zijn allemaal katholiek opgevoed, je komt met de gel. Voordat je in de geel gaat, zit in Fabio, en er zijn twee poten in Fabio. Eentje door elkaar en eentje terug te keren in de gel, dus we moeten zien dat de eerste deur gaat. Ik heb niemand vanaf dat ik goed in de hand ben. Ik heb heel op mijn gemak die man kunnen voorbereiden. Iedereen heeft mij in het huis gehad. En dat, ja, dat had ik nodig en dat moet ik iedereen bedanken. Nu zat er als de eerste afstand voor de winkel, maar ook de man. We zijn op de goede weg. En ik denk dat het weekend heel belangrijk is. Als, ja, gewoon zaterdag en zondag kunnen meespelen en kunnen meedoen in de finale. Ik zal vooral de klik geven dat we goed vertrokken is. Ik denk dat ik nu bezig aan het doen is. Ik zit heel fier over mij. En iedereen wordt in de proef is heel blij over mijn gedrag. En hoe dat ik in de proef functioneer. Dat is misschien door de proef. En ook buiten. Dat is ook niet belangrijk in de koers, maar buiten de koers als mens. En iedereen ziet wel dat ik nu lekker in gezellig ben. Hoe belangrijk is Jan Michel om jou mee terug helemaal op het hoogste niveau te krijgen? Johan is een belangrijke man in de ploeg en voor mij ook. Ik zal mijn woorden een keer herhalen. Ik heb Frank gezegd dat toen hij nog niet had beslist om naar ons te komen. Frank zit nog altijd een stukje in mijn hart. En als ik dacht, zegt hij niemand van dat betekent niet. Gaat het goed dan? Vandaag had hij meteen een heel sterke indruk na. Maar hij is ook al heel tijd bezig over het volk het openings weekend. Maar laat hem gewoon rustig verder doen zoals hij nu bezig is. En hij is op goede weg. Ik denk dat er niks speciaals in ambitie te hebben. Over te zijn, kijk, zaterdag zal ik winnen. Vandaag zal ik er niet zijn. Ik kan alleen maar zijn zaterdag. Ik heb er alles voor gedaan om voor goed te zijn. Maar voor goed te zijn achter een break van 2 jaar. Dan wat zal dat worden, weet ik niet. Maar als ik weer vandaag zie rijden, denk ik dat ik niet veel zal moeten passen tegen de beste. Dat was gisteren nog, maar pas een uur later is hij meegenomen. Toen scheen de zon nog volop. En dan aanspreken enthousiasme ook bij Frank, bij de hele ploeg. Zeker, uiteraard. En, ik heb toen ook profetische woorden gesproken. Dat ik zag, hij zegt, hier in het zwaar viel. En ik kan hem nu in de hel nemen en die met de hemel. En jammer, nu is hij eerder geweest. Ja, want u hoopt dan ook op een bestemd van hem, hè? Ik was er tot voor gistermorgen niet zo zeker van. Ik had er heel goed bezig in. En heel zwaar, hij heeft op de eerste call heb ik het peloton in elkaar geranseld. Dat heeft dan niet geresulteerd in het resultaat. Maar hij was gerustgesteld. En gisteren wat ik de eerste uur gezien heb op training, ik moest daar weg, was ik eigenlijk bijna ook, en het gebeurt niet vaak bij mij, rechtjes weer voor is, hoeveel dat we zo wachten stond. Ja, en voor je is nu getemperd, de situatie ziet er helemaal anders uit. Vanmorgen heeft iedereen overal nu zit definitief gedaan met Frank van den Broeken. Na dit gesprek heb ik de indruk, die krijgt nog een nieuwe kans. Is het niet bij jou, of iemand anders? Het wordt moeilijk, denk ik toch. Ja, toch. En voor u, meneer Brouwers? Als ik ben niet, ik ben bezig met hem als mens en als hij zijn leven terug ziet zitten, dan is dat voor mij prima. En of hij dan renner wordt of niet, ja, dat zal van de macht afhangen. Bent u wielerliefhebber? Ik ben een absolute wielerliefhebber. Gaat u zaterdag kijken naar de resultaten van de omloop? Dat zal zeer moeilijk zijn, ja. Het gaat moeilijk zijn, zeg. Dat zal zeer moeilijk zijn, ja. Ik kan niet kijken. Nee, omdat ja, het is toch wel problematisch, omdat het zo dichtbij was. En als mens heb je er ook gevoelens bij. Ja. En die gevoelens zitten dan toch wel op dat moment niet bij het kijken naar een koers, waarvan je denkt, die had hij misschien naar de hand kunnen zetten en mogelijk zelfs winnen. Wie is uw favoriete van Broeken niet bij, of kan het niet zijn misschien? Op dit moment ben ik er niet bezig mee. Heb je al Patrick? Een ploegmaat, ex-ploegmaat zou mooi zijn? Ik zou helemaal kunnen zeggen, ja. Ik hoop voor mijn ploeg dat we het publiek kunnen overtuigen van ons enthousiasme en dat we heel goed bezig waren. Dat was ik van overtuigd dat we klaar waren en dat we zaten toch op een of andere manier een schijn offensief kunnen inzetten. Ik hoop dat het slaagt dan. Patrick de Vervre en meneer Brouwers, bedankt voor de komst naar de studio. En u kijkers, bedankt voor het kijken. Volgende week hebben we het over Formule 1. Want dit weekend begint niet alleen het Belgische wielerseizoen, maar ook de Formule 1 met de grote prijs van Australië.